Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Accent. Hallo iedereen, ik ben Juri. En ik ben Shana. Welkom bij Radio Accent, jouw regionale radio vanuit onze gloednieuwe studio in Wetteren. Radio Accent. Momenteel zijn hier grote werken bezig, want over de Schelde wordt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug geplaatst. Dat betekent dat de oude brug, de Passerelle, binnenkort wordt afgebroken. Met deze brug verdwijnt ook heel wat romantiek. Ooit trouwden er 26 koppels op de Passerelle. En onder deze liefdesbrug maakten vele koppeltjes in het geniep hun eerste afspraakje. Het ene al wat romantischer dan het andere. Radio Accent. Jawel, het is voorjaar en dus gaat het wielerseizoen weer van start. Ook Martin maakt zich op voor zijn eerste voorjaarsrit. Ja, ik heb een heel speciale fiets, 1950. Gemaakt in Wetteren. Heel zeldzaam. Maar daar rijd ik graag mee. En dat is oersterk, dat is onverslijdbaar. Dat moet een topfiets zijn. Ja. En ook een belken op van Christoffel. Dat is de patroonheilige van de fietsen. Maar zeer nooit. Radio Accent. Sinds kort is het een fenomeen in Tokio, Londen en Amsterdam. Wetteren, de wereldstad in wording, die kon natuurlijk niet achterblijven. Toch niet als je het vraagt aan onze vriend Duvel en zijn baasje Tijl. Wel, eind maart organiseer ik een gigantisch pop-up café voor mopshondjes zoals Duvel en al zijn vriendjes daar. Gaan we eens gaan kijken? Er gaan meer dan 220 van die mopsjes aanwezig zijn in het pop-up café. En ja, dat gaat een hilarische boel worden, hè. Een mopshond is eigenlijk een hond met een serieuze noek af. Ze snurken, ze laten scheetjes, ze laten boerkes, ze kakken wanneer ze niet moeten kakken. Je lacht er eigenlijk van 's ochtends tot 's avonds een breuk mee. Ziezo, dit was het. Radio Accent, jouw accent voor Gent en Wetteren. Stay tuned!